Hallo, dag reviewvrienden. Hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het ook wel. Lekker in de lockdown met je allen. Maar wat doet het er toe? Nee. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmetje opgestuurd? We moeten niet te hard op slaan, dan is straks het doosje weg. En dan hebben we weer een probleem met het concept. Wat hebben we onder het doosje? Dat zei ik net ook al. Wat heeft ons Achmetje opgestuurd? Dat zei ik ook al. Maar ik was vergeten. Laten we gaan kijken. Flesjes water. 4 flesjes water. Ik krijg wel eens de opmerking, lieve reviewvrienden, mensen die een beetje boos op mij zijn, denk ik dan. En dan staat er ook, man, moet je hem nou zien zitten? Meneertje Koekenpeertje wil zo graag in de Tweede Kamer komen om dit land, laten we zo zeggen, te redden. En geen hond stemde op hem. Nou, dat was niet helemaal waar, maar net geen zetel. En moet je hem nu zien zitten met 3 bolletjes mozzarella. Wat een pauper. Wat een loser. Wat een vervelende vent. En dan denk ik altijd, als je je daar nou zo heel erg druk om maakt, dan heb jij zelf ook niet zo heel erg leuk leven. Dus ik laat dat altijd gaan. Net als mensen die me met de dood willen bedreigen. Of de meest verschrikkelijke ziektes toewensen. Ik denk altijd, ja, dat is meestal het probleem van diegene die dat verstuurt. Die zit niet lekker in zijn velletje. Ik hoop dat het dan beter met je gaat. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik zie nu 4 flesjes water. En dan denk ik inderdaad ook wel van, ja, is dit nou het pad wat je wil bewandelen, Jantje? Is dit de route des levens? Hè? 4 flesjes water? Dan moet ik er allemaal een slokje van nemen en zeggen wat ik ervan vind. Het heeft wat treurigs, ik geef het eerlijk toe. Maar ja, goed, aan de andere kant, neem het leven ook niet heel erg serieus. En laten we wel wezen, als ik dus wel in die Tweede Kamer had gezeten, dan had ik me helemaal gek geërgerd aan al die koekenbakkers daar en al die andere incompetente kleuterjuffen. Want wat een zootje is dat, zeg. Kornone. Maar dit is een reviewkanaal, geen politiek kanaal. Dus we gaan gewoon even lekker 4 flesjes water proeven. Nou, dit is van de Appie Huismerk, dus dat is de goedkoopste. Daarna komt de Spa. Daarna komt de Evian. En daarna komt de Cloud Fontaine. Ik denk dat dit van goedkoop naar duur gaat. Duurder dan een eurotje is het flesje niet. Het is een half litertje. De Albert Heijn. Natuurlijk mineraalwater uit de CVR-bron te Hoensbroek. Nou lekker, dat komt uit de Hoensbroek. Uit een bron, uit de CVR-bron. Nou, dit is natuurlijk Spa uit de Spa-bron, neem ik aan. Ja. Dit is dan de Evian, natuurlijk mineraalwater. Staat er ook bij waar het vandaan komt? Nee, dat staat er ook niet op. Ofwel, ik kan het ook allemaal niet meer lezen, zeg hoor. Ik word er oud voor al die troep, zeg. Wat staat hier nou? Uit Frankrijk. Water uit Frankrijk. En dan hebben we de Chaudfontaine. En die komt uit, ik kan het allemaal niet. Dit komt uit, dit komt uit de thermale bron. Nou, dat zal allemaal wel. En maakt ook eigenlijk helemaal geen ene hol uit uit welke bron het komt. Wat kan mij daar eigenlijk rotten? Punt is als volgt. Drink ik veel flesjes water. Nu word ik een beetje een GroenLinks kwijlerbabbel. Maar ik koop dan meestal al een flesje water. Een keer, als ik vreselijk dorst heb. Dan houd ik dat flesje en dan vul ik dat altijd bij. Waarom? Omdat ik het water uit de kraan in Nederland eigenlijk misschien wel lekkerder dan wel net zo lekker vind als een flesje wat je bij de supermarkt koopt of bij de pompstation. We hebben hier heerlijk water. Dit is eigenlijk totaal onzin. Ik zou je sterker vertellen over GroenLinks praatje. Als je zo goed water uit de kraan hebt, waarom zou je dan een water uit een plastic flesje geïmporteerd of met allemaal vrachtwagens zijn er weer gereden en dan drink je dat en denk je, oh lekker, water. Terwijl je ook naar de kraan kan lopen. En dat is dan niet slecht voor het milieu. Ja, nou ja, in mij zit toch een soort Jesse Klaver. Heel ver weggescholen achter heel veel kwaaiheid en ellende. Nou, laten we maar gaan proeven dan. Dit is de C-Fresh water van de Albert Heijn. Nou, god, wat zal daar nou in zitten? Het is niet al over met het water. Ja, ik ga dus nu voor het eerst kijken of er daadwerkelijk ook smaakverschillen zitten in die water. Nou, dit is water van de C-Fresh bron van Albert Heijn. Smaakt naar water.
Hey, dit is de spa-bron. En die smaakt inderdaad anders dan die. Huh? Deze smaakt meer naar kalk. En deze smaakt eigenlijk meer naar kraanwater. En hoe is het met de Evian gesteld? Die smaakt ook weer anders. Die smaakt minder lekker. Deze smaakt een beetje naar... Hè? Ik dacht, weet je, het zou allemaal hetzelfde zouden smaken. Is niet zo. De Evian is dus duurder dan deze twee. En ik zal je vertellen, dit is vieze water. Dit is een beetje dikker. Beetje slijmerig water met een beetje vieze smaak. Er hangt een hele kleine luierodeur aan Evian bronwater. Gertverdemmend, dat ga ik nooit meer nemen. Ik nam het al niet zo heel vaak, moet ik zeggen. Maar deze is echt smerig. Nou, dan gaan we de duurste. Cloud Fontaine of Show Fontaine. Het zal allemaal wel. Ik vind het allemaal goed. Maar dit is dus de duurste. En dit heeft een hele heerlijke geur. Nee, ik krijg helemaal niks. Maar... Het water is inderdaad ook weer anders dan de rest. Is de duurste dan de lekkerste? Nee. Deze is een beetje gronderig. Heeft een beetje een aardse smaak. De Chaud Fontaine. Ik vind dit eigenlijk wel een heel leerzaam filmpje tot nu toe. Ondanks dat, waar zitten we nou te kijken? Een beetje een pafferige man die 4 flesjes water zit te drinken. Ja, meer is toch ook niet. Maar de goedkoopste, die kost echt helemaal geen normale moer. Is lekkerder dan de duurste en de ene duurste. Hier zit gewoon allebei een beetje een smerig smaakje aan. Dit is een beetje, een beetje dikker is het water. En een beetje naar babyluidjes. Maar dan wel volgeblaft. En hier zit ook een hele rare nasmaak aan. Eigenlijk is dit lekker en dit niet lekker. Het is wel goedkoper zijn. Dit is gewoon spa blauw. Ja, nou, ik kan daarna verpesten. Alhoewel die wat scherper in smaak is. Wat meer kalk heeft dan die troep van Albert Heijn uit de Sevrebron. Ik zweer dat je die van Albert Heijn gekozen hebt, die smaakt echt gewoon naar kraanwater. En ik moet eerlijk zeggen dat ik daar eigenlijk wel gewoon het lekkerste vind. Ja, ik ben een eenvoudige jongen gebleven, dat merken we maar weer. Tijd voor de cijfertjes en dit is een lastige, dit is een moeilijke. Want je zit hier dus gewoon 4 flessen water te becijferen. En dat... Het is een stevige knauw in mijn, laten we zeggen, eigendunk. In mijn eigen waarde. Want ik ben er inderdaad net achter gekomen dat het misschien anders is gelopen dan ik had verwacht in mijn leven. Doet er niet toe. De smerigste is de Evian. De Evian, dat ruikt een beetje naar babyluiers. Heel vies. Hoe kan je water vies krijgen? Nou, vraag het aan Evian, dat is gelukt. Die daarna niet zo heel erg lekker was, maar iets minder smerig dan die Evian, is de Chaud Fontaine. De Chaud Fontaine heeft ook een beetje een rare, vieze smaak. Het vreemde is natuurlijk, dit zijn wel de duurdere, hè? Dus ik denk dat ze daar iets extra's mee doen, omdat ze denken, nou, dan is dat vast chic. Maar je kan er beter mee ophouden, want het is gewoon goor. De Chaud Fontaine en de Evian vielen mij bijzonder tegen als flesje water. De Spa Blauw is eigenlijk wat we allemaal drinken. Liever gezegd, als wij bij een restaurant zitten en we bestellen een blauwe water, tenminste een bronwater zonder bubbel, zeg maar een Spa Blauw met bubbel Spa Rood, krijg je nooit eigenlijk weer Spa, want meestal is het een ander merk. Maar iedereen weet wat het is. Dit is de basis, dit is de André Hazes onder de watertjes. Hartstikke leuk, maar hier zit meer kalk in dan gewoon die waterige van de Albert Heijn. Waterig water. Deze smeerpijp, die krijgt van mij een 3. Want hoe krijg je voor elkaar om water vies te maken? Deze krijgt van mij een 4. Want dat is ook niet helemaal wat je zou willen van een beetje water. De Spa Blauw, die krijgt gewoon een 7'tje. Prima water, niks meer aan de hand. En het is een beetje meer kalk dan die. En deze, dat is die van Albert Heijn. Dat is de goedkoopste. Dat smaakt naar water. Het smaakt gewoon naar kraanwater. En dat vind ik het lekkerste. Voor mij hoeft water geen smaakje te hebben. Snap je wel? Die krijgen gewoon voor mij een 8. Ik kan mij dan wel bommen. Nou, ik wou zeggen veel plezier met kerst. Maar dat zal ook allemaal een beetje droevig worden. Godzijdank mag je maar heel weinig mensen uitnodigen. Dat vind ik wel weer prettig.
Nou, dag!